winst, verlies, drama, alles in de 161ste PC. Sjoch, jij gaat Anne van der Bos. Daniel Iziger die rent hem zuiver voorbij. En Jacob Wassenaar die rent daar in het midden. Squatterboel naar beneden. Ze rollenballen over het veld. De overwinning kan vierd worden van deze man. De 161ste PC winnen zij. Maar daar wie ik drama bij. Want in de tweede omloop, nooit de tweede omloop, koet tegen Triemstra net verder. Bij de dokter, bij de fysiotherapeuten. Maar hij zei, willen wij winnen, Joet, dan zal ik net verder gaan. Nee, dan moet Jacob Wassenaar bellen worden. In de finale dus, zegt tegen Triemstra X, dat zien vervangeren te komen fantastisch dier. De ene naar de oren bobbenslag wordt er pleetst. En dat zegt echt Gert Anne van der Bos. Een geweldig spektakel in het perk van Jacob Wassenaar en Daniel Iziger. En Jere, als een verleerd keeper, hij is keeper, maar lid Jerik Sjen van dat er duiken kan. Jacob Wassenaar, gretig en vol adrenaline. In de hele finale erin komen, maar in finale weer gewoon een slaggeweld. Zegt ex Sjoerd de Jong, de achterinse uit zijn tannenwaai. Zegt gewoon dat dit perk gewoon super sterk weer. En Jacob Wassenaar, hij laakt het. Hij weet dat de PC weenst naar hem daar komt. Nou ja, hij deed het zelf, want hij wie gewoon fantastisch op een naaien boppenslag. Sjoerd de Jong kent haast niet eens leeuwen, maar op naaien boppenslag van het perk van Iziger en Wassenaar. En sjoch hier eens een keer, zagretig had Daniel Iziger gewoon uit het perk boy. Hier een kwartkeertsend, een kwartkeert en gewoon felkeertsend. Tjesse Steenstra, Herman Spik en Cornelis Terpstra kwamen mooi spul voor. Sois 2 voor, het wordt sois gelijk. En dan is het Jacob Wassenaar, die gewoon fantastisch, maar dan ik fantastisch boppenslaat. Petoer van Gert Anne van der Bos rent gewoon terug. En hier de laatste slag. Opslagmeester van Tjesse Steenstra. Hij weet dat hij in de hele finale verliest van het Petoer van Gert Anne van der Bos, Jacob Wassenaar en Daniel Iziger. En op het eind van de rit moet er geen kozen worden. En dat is Daniel Iziger. En daar koert natuurlijk elke niet in vrede mee hebben.